En de werkzaamheden van de nieuwe highway verlopen heel vlot. Dat zegt minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hij bracht als onderdeel van zijn veldoriëntatie ook een bezoek aan de nieuwe highway. Vanaf mijn eerste bezoek tot heden ben ik er trots op dat de werkzaamheden zijn gaan vlotten. We kijken met z'n allen uit naar de oplevering van deze highway met de bijbehorende brug over de Para rivier. De komst van deze brug is volgens Chotkan dan ook heel belangrijk. Hierdoor zullen de mensen die van en naar de internationale luchthaven moeten de keus hebben om te bepalen over welke weg ze willen rijden. De infrastructuur is volgens minister Chotkan de basis voor ontwikkeling op verschillende gebieden. Vanaf Zanderij tot en met de brug is reeds verhard. Aan de andere kant, dus vanaf de brug tot en met de Afobakkaweg, is voor ongeveer 5 kilometer reeds geasfalteerd. De nieuwe of superhighway wordt een vierbaansweg die niet voor langzaam verkeer bestemd zal zijn.